film over geweld tegen hulpverleners. Vliegveld wil infrastructuur uitbreiden. En fout bij het tellen van stemmen. De korte film De Melding gaat over geweld tegen hulpverleners. De film is onder meer opgenomen in Valkenburg en IJsden-Margraten. U spreekt met de meldkamer van de politie. Wat is de locatie van uw noodgeval? Dennis Geraert, de maker van de film, is zelf sinds kort werkzaam bij de Nederlandse politie en heeft daarvoor in de zorg gewerkt. Dit is dan ook de reden dat hij deze film is gaan maken. En ik merkte gewoon dat het geweld tegen hulpverleners is gewoon heel actueel en wordt steeds meer, steeds erger. Het geweld neemt toe, steeds heftigere vormen. En deze specifieke casus is ook voorgevallen, iets geanonimiseerd natuurlijk, want we kunnen het niet 1-1 overbrengen. En we willen eigenlijk vooral een beeld brengen dat het geweld is er, het geweld is in het nieuws. Dat duurt twee dagen maximaal dat het nieuws is en daarna verdwijnt het weer. Wij willen eigenlijk juist laten zien hetgeen wat de nasleep daarvan, wat voor een impact dat heeft op de partner, op de kinderen, op de familiale situatie van de hulpverlener en op de impact op collega-hulpverleners. Hij hoopt met deze film te bereiken dat mensen meer bewustwording krijgen dat wat bij sommige hulpverleners gebeurt echt niet kan. Het is niet de agent of de ambulancier of de brandweerman die we raken, maar er zit nog heel veel meer achter wat we eigenlijk niet zien. Dus we willen mensen daar bewust van maken en we willen eigenlijk ook een klein beetje de politiek aanspreken van hey, jullie roepen wel allemaal heel mooi van het kan niet en het is te veel. Maar er gebeurt ook aan de andere kant niet zo heel veel. Dus we willen eigenlijk samen met de overheid, want we werken ook gedeeltelijk samen met de overheid, willen we zorgen dat het gewoon politiek ook wordt opgepakt. En dat er iets verandert waardoor mensen zich twee keer bedenken voordat ze iets gaan doen. Want de hulpverleners zijn er om hulp te verlenen. En het is geen ideaal beeld. We weten ook, 100% gaan we niet wegkrijgen. Maar al hebben we maar één iemand kunnen bereiken die denkt, hey, dit is niet goed, dan hebben we al één iemand bereikt. Hij hoopt dus zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hiervoor heeft hij ook hulp ingeschakeld van Daan Prevot, burgemeester van Valkenburg aan de Geul, en Alain Kreyne, de burgemeester van IJsden-Margraten. Het idee voor de film is 1,5 jaar geleden geboren. Dat is heel ruw op papier gezet, besproken met hulpverleners, van goh, wat vinden jullie van het idee? Zo zijn we echt steeds meer gaan fine-tunen en zijn we tot een script gekomen. Dan hebben we er een halfjaartje over gedaan om echt de voorbereidingen te treffen. En op tijd van 4 dagen hebben we de volledige film gedraaid. Dat is in juli geweest en van juli tot oktober zijn we bezig geweest met de montage van de film. En die is nu eindelijk klaar. De première is morgenavond te zien voor genodigden. Het is de bedoeling dat de film later nog voor iedereen beschikbaar gesteld wordt. Dan naar Maastricht-Aachen Airport. Het vliegveld wil de komende jaren gaan uitbreiden. En daarvoor moet ook de infrastructuur op de schop. Na een aangenomen voorstel van de Tweede Kamer komt er vanuit Den Haag 3,5 miljoen euro. Het vliegveld legt 2 miljoen euro in en de gemeente Beek krijgt de vraag of het 2 miljoen euro kan bijleggen. Maastricht-Aachen Airport wil de komende jaren groeien van 250.000 bezoekers naar 1 miljoen bezoekers. Daarvoor worden aansluitingen op de omgeving rondom het vliegveld aangepast. Ook moeten er extra parkeerplaatsen komen en wordt er de bushalte iets verplaatst. De gemeenteraad van Beek moet nog akkoord gaan met de bijdrage. Op 7 december vergadert de gemeenteraad van Beek over het voorstel. Ja, het is een beetje in de toekomst kijken, dus wij weten het ook niet precies. Maar waar we contact over hebben met anderen, dat zijn elektrische vliegtuigen, waterstofvliegtuigen, hybride vliegtuigen en ook vliegtuigen die gebruik maken van sustainable aviation fuels. Dus dat is CO2-neutrale fuels. Dat is waar het over gaat. We weten nog niet precies hoe het zal gaan. Hè. Dat zou elektrisch kunnen zijn, maar het zou ook waterstof kunnen zijn. Maar wat we denken is dat niet alleen maar het gebruikelijke verkeer
verkeer is. Dus dat is niet alleen maar van hier naar Montenegro of naar Ierland of naar Londen, hè, wat we nu ook al aanbieden. Maar dat is wellicht ook van hier naar Groningen of van hier naar Amsterdam. Omwonenden maken zich, elektrisch of niet, nog altijd zorgen om de overlast die de groei met zich mee zal nemen. Ja, met 1 miljoen passagiers krijgen we dus ja, een seizoen in de zomer. Hè. Dat is van 1 april geloof ik tot en met 31, of tot na de herfstvakantie een beetje, dat die Ryanair's en die Corendon ons aan en af vliegen. Dat wordt dan heel druk inderdaad en dus nog meer overlast. En realiseer je ook, dat zijn wel kleinere vliegtuigen, maar die vliegen net zo goed de pannen van het dak. Hè. Dat is voor ons ook nog een heel belangrijk item. Voor dit plan werkt het vliegveld met veel verschillende partijen samen. Maar er zijn hele gerenommeerde bureaus zoals Roland Berger, dat is een Duits consultancybedrijf. Maar ook ons eigen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ook M3 en Broekema Aviation, die hebben ons allemaal geholpen met die vergezichten. Schiphol is ingestapt. Schiphol heeft zelf ook heel veel contacten op dit vlak. En zit ook al in allerlei innovatieprojecten en innovatiefondsen. Dus die hebben daar wat beter kijk op dan wij zelf, denken we. Dus daar steunen we een beetje op. Maar zelfs voor hun is het echt de vraag hoe het zal gaan. Het worden propellers die erop komen. En niet 2, niet 4. Ik heb al voorbeelden gezien van 6. Als ik denk aan dat vliegtuig van Z-Max, wat elke ochtend om 7 uur hier komt, dat is ook een propellervliegtuig. Dat maakt me ook wakker. Dat maakt een klerenherrie. En ook al dat getaxi dan hieromheen voordat hij daarvoor stilstaat en dan blijft wachten tot 9 uur 's avonds. Dat maakt ook een hoop herrie. Dus ik ben er nog niet van overtuigd dat het veel minder overlast gaat opleveren. Door een fout bij het aangeven van de stemmen in een zogenoemd proces-verbaal miste de gemeente Meerssen 1 stem. Daarom moest de gemeente woensdagochtend alle stemmen van 1 stembureau opnieuw tellen. Volgens de gemeente was het hertellen nodig om de nauwkeurigheid en integriteit van het verkiezingsproces te waarborgen. Naar aanleiding van een melding van een inwoner uit onze gemeente die een stem miste, haar eigen stem. En die kon ze ook heel goed traceren, omdat ze die op speciaal iemand had uitgebracht. Dat heeft ze gemeld bij de kiesraad, omdat het niet zichtbaar was in de resultaatlijsten. En daarop heeft de kiesraad gezegd dat we opnieuw moeten tellen. Er zijn in de hele gemeente Meerssen ruim 12.000 stemmen uitgebracht. Maar het ging om 1 stembureau. Het ging om het stembureau in de basisschool De Triangel. Die hebben we opnieuw geteld. De ene stem hebben we getraceerd. En er was 1 stem bij de verkeerde persoon ingevuld. En daardoor had 1 iemand geen stem. En dat was de stemmer opgevallen. Op dat moment dat we dat horen, dan is dat een opdracht van de kiesraad. Dan gaan wij dat uitvoeren. De lijsten zijn ook allemaal nog bewaard. Daar zit een bepaalde bewaardheid aan. Nou, men weet over welk stembureau het gaat. Dan wordt die verzegelde kist weer opengemaakt. En dan gaat een nieuwe ploeg, zoals dat ook vanmorgen gebeurd is, gaat opnieuw tellen. En redelijk snel hadden ze de fout opgespoord. De gemeente Meerssen krijgt de première van de Lux Lichtwandeling. Met kunstmatige intelligentie komen Romeinen, Bataven, Germanen en Galliërs tot leven. Elk met een eigen verhaal. De lichtwandelingen starten vanaf 6 uur in de avond en duren tot 10 uur. Elke tocht varieert in afstand. En tijdens de tocht organiseren lokale ondernemers en verenigingen de nodige activiteiten. Ook kunstenaar Wil van der Laan gaat meewerken aan de tocht. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 7 jaar tegen de verdachte van de schietpartij in Meerssen in april van dit jaar. De 61-jarige Meerssenaar wordt verdacht van poging doodslag. Ook verdenkt het OM de man van verboden vuurwapenbezit en bezit van munitie. De schietpartij gebeurde op 12 april dit jaar bij het sportpark in Meerssen. Het slachtoffer, een man uit Landgraaf, wilde volgens het OM dat zijn moeder niet in de problemen zou komen door een hennepplantage die in haar woning werd gebouwd. Toen het slachtoffer de spullen terugbracht naar de familie van de verdachte, escaleerde het. Volgens het OM schoot de verdachte minimaal 1 keer bewust op het slachtoffer, die toen al in elkaar was geslagen. De kogel raakte het slachtoffer in zijn been. De man uit Meerssen had al een strafblad. Hij is in het verleden onder meer veroordeeld voor meerdere geweldsincidenten.
De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In Westbroek in Geulen is dinsdag drugsafval gevonden. Een plastic vat met drugsafval stond langs de brug over het Julianakanaal. Het afval is door specialisten afgevoerd. De ondergrond is afgegraven en wordt onderzocht, meldt de gemeente Meersen. Mensen die iets gezien hebben, kunnen het doorgeven aan de gemeente. Kerncentrale Tihange in de buurt van Luik blijft mogelijk 20 jaar langer open. De Belgische premier De Croo zet de deur daarvoor open, melden Belgische media. Volgens De Croo moet de volgende regering overwegen om de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 20 jaar langer open te houden. Daarnaast vindt de premier dat overwogen moet worden om de oude reactor Tihange 1 langer te gebruiken. Energiebedrijf Engie en de Belgische regering zijn aan het onderhandelen over de centrales. Volgens Engie is het openhouden van reactor 1 in Tihange niet realistisch. De reactor is in 2025 50 jaar oud en zou dan voorgoed stil komen te liggen. Het langer openhouden van reactor 1 zou financieel gezien niet effectief zijn, zegt het energiebedrijf. In 2018 was er hevig protest tegen de kerncentrale in Tihange. 50.000 mensen tussen Aken, Maastricht en Luik deden toen mee aan een protestactie tegen de kerncentrale.